daar is eindelijk het moment voor Joey van den Berg. Oftewel, we gaan naar de muur. We don't need no education. That's cool, hè? We don't need no control. En dit is de tussenstand op dit moment. Leo Alkemade, 26 punten. Die had hier in een van de eerste uitzendingen van de Eretribune de dag van zijn leven. Brug, ik moet er nog steeds overheen. Die staat te trappelen. Komt goed in een van die andere uitzendingen. En kansloos onderaan. Vooralsnog Eddie Zoe met 11 punten. Joey en Helene. Klaar voor? Ja. Jij houdt van dit soort spelletjes, hè? Nou, ik vind het wel leuk, ja. Boven de 26? Gaan we proberen. Gaan we. Let op. 3, 2, 1... Yes, go! Lekker? Goed. Ja hoor, knal hem maar tegen. Prima. Kijk uit voor die bal daar achter. God. Goed. Focus. Lekker. Oh. Goed. Ja, dit klopt niet. Ja, wel, klopt wel. Nee, maar kan dat ding niet de schuld geven? Ja, dus nu wordt hij warm. Netjes. Goed. Huh? Misschien gaat het sneller, Joey. Domme. 9 seconden lang. Oh. Ja, lijn niet gek maken. Ja, rustig. Heel goed, heel goed. Godverdomme, kutspel. Hij is kwaad, jongen. Ja, houd het, kom, kom, kom. Nee, jij kan echt niet tegen je verliezen. Nee, maar ik hem op de rand en... Ja, jongen, geef dat ding de schuld. Nou, op zich aardig gedaan, maar ik ben niet echt tevreden mee. 27? 21 of 27, wat is het? 21. Het lijkt mij 21. Het lijkt wel op een 7, toch? Nee, sorry, 21. Hoe is het met de conditie, Joey? Ja, ik ben wel kapot. Ja, dat begrijp ik. Echt iedereen is hier elke week kapot. Jij bent van die lange afstanden. Ja. Zo dadelijk gaan we uiteraard ook iemand uit het publiek laten deelnemen. Die mag proberen om...